hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag 14 augustus en we leven om 12 uur 42. Ja, bijna kwart voor één. De beestenbende hebben eten gehad. De Eeuwen die zitten nog lekker te smullen en de Kandalf achter de deur. Frodo die springt weer net op de bank en het is hier, slecht weer. Wat we het zomaar noemen, ja. Het heeft net gehoost. Het is nu aardig weer droog. En als ik die kant op kijk, is het net alsof die zon erdoor wil komen. En als ik aan die kant kijk, ja, aan die kant ook. Dus ja, het is een beetje vreemd, raar weer. Ik had vanmiddag weg gewild, maar als het zo blijft, foute boel dus. Ik denk, ze hadden het ook gisteravond over onweer vanmiddag. Dus ja, ik zou eigenlijk bij Mary kijken, maar ja. Ik laat me niet nat zeiken. Nee hoor, echt niet. Ik laat me echt niet nat regenen, et cetera. Nee, doen ze voor mij ook niet. Dus ik voor hun niet. Nee, en dan, ja, hij zei het notertje, dus ja, ook dat nog. Zij wordt niet zo gauw nat. En dus, maar ja, de booster die is kapot. En dan moest er iets van nieuwe koolborstel 1 of zoiets, weet ik veel. Zet er net een nieuwe stoel op. Nou is ze bang dat dus haar solo, want ze zit net zo in als ik. Ik had een hele oude al. Dus hij ziet er niet zo uit als die van mij. De nieuwe die zien hebben natuurlijk een heel andere kleur. En ja, dat heeft bij wijze van spreken ook met als je een auto koopt, een Mercedes. Vroeger waren ze heel grootjes, dan ook van die kleintjes. En dan noemen ze dan een Mercedes. Nou ja, oké. Vroeger waren het grote bakbeesten. En hadden ze ook een andere kleuren allemaal dan dat ze nu weer zouden hebben. Maar oké, het is een sneeuwbak voor Mary. Ik hoop toch dat ze wel weer dan een solo krijgen. Want er zit pas een nieuwe stoel erop en ze heeft een speciale stoel voor haar nodig. Dus die hebben ze weer speciaal moeten maken. Zij kan niet tegen leren, et cetera. Nou, ze is daar niet de enige in. Dus zij heeft een stoffen stoel nodig. En die had ze er pas op en dan begreep de booster het verder. Ja, ze zal dan toch wel weer een scootmobiel moeten hebben waar die stoel op past. Ja, nou dat past niet op een tropie. Nee, dat zijn hele kleine boostertjes. Ja, dat pas ik niet eens niet op met mijn lengte. Zij is kleiner dan dat ik ben. Ja, die zouden ze mij ook aansmeren. Ik zei, waar moet ik mijn benen kwijt in mijn nek of zo? Kom op zeg. Ja, maar er zit wel vering in. Ik zeg, dat moet me niet. Ik zeg, ik moet er eentje hebben dat ik mijn been ook kwijt kan in mijn boodschappen. Ja, ik moet een grotere hebben. Nou, toen heb ik dus ook een Solo 3 gekregen. Nou, ik wil hem ook niet meer kwijt. Nee. Dat ding is heerlijk. Dat markeert niks aan. Natuurlijk, ze krijgen wel mankementen. Nou ja, dan kun je bellen en dan komen ze wel weer. Ik denk, dat duurt altijd zo lang dat ze komen. En dan schijnen ze weer te gaan veranderen. Nou ja, gaat goed daar. Maar oké, ik ga nog een hapje eten. Jack van Cerralo, die zou rond de kwart over één hier wezen. Dus ja, hij kon vanochtend vroeg niet om 11 uur. Want dan moest hij weer naar een andere cliënt. Oké, ik denk dat hij gedraaid heeft. Ja, kan ik blijven liggen, simpel zat. Omdat ik 's nachts veel later naar bed ga dan een gemiddelde iemand die naar zijn werk moet. Ja, ik ga rond een uur of drie naar bed of zo. Vannacht was het ook tegen 3:30. Nou, dan wil ik wel even blijven leggen, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van het leven, want het duurt maar even. En ik ga er ook voor genieten. Het is inderdaad nou droog, want de straat is ook al droog. Dus ja, en ik heb het raam open. Niet daar, want waarom? Daar, als het al gaat regenen, alles wordt daar natter dan hier. Want de ramen hier zijn droog, daar is het nog nat, allemaal druppels. Dus ja, de wind staat meer daarop. En toch als je de bomen ziet, die gaan zo over. Dus komt het cijfer C. Maar ja, het circuleert hier ook, dus het zal... geen verstand van verder. Nee. Nou, lieve vrienden, geniet van alles. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden. Ja, ik ben er weer even. Ik denk, nou, ik ga weer even met jullie praten. Want er is niks te doen. Nee, ik ga ook niet weg. Ik zou dus, wat ik al had gezegd, naar Meri toe. Maar het regent iedere keer. Het is, in en in triest weer. En jullie weten, deze dame is bang van onweer. Dus ja, het rommelde er net alweer. Dus ik bekijk het maar. Ja. Sorry, balori, Meri. Dat ik niet kom, nee, want anders had ik je wel gebeld, want ik kom maar aan. Maar ik kom niet, dus ik hoef niet te bellen ook, nee. Maar je zal deze vlog wel al komen te zien, denk ik, want je volgt mij, ja. Maar in ieder geval, mijn hondje is lief, mijn poesebeestjes zijn lief. Waar Kandalf is, ja, ik denk dat die boven is. Eeuwen, die komt net naast me zitten. Frodo die ligt lekker te slapen, die heeft wel zijn kap om, want die haalde ze, maakte zijn elleboogholte van zijn linker voorpoot een lekker stuk. Dus en dat zit hij maar te slobberen en te likken en te doen. Ja, die tong is ruw, dus dat wordt helemaal vurig en dat verbrandt dan helemaal. Dat, hij moet ermee ophouden. Maar ja, zeg hem dat maar, dan kun je niet zo goed tegen die deur praten, die doet ook niet, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik denk ik ga toch maar even een babbeltje maken, dus vandaar. Ik ga zo meteen een bakje koffie doen en een koekje erbij. Ik heb de hele tijd met mijn telefoon bezig geweest. Ik ga zo meteen maar weer eens even wat anders doen. De vaatwasser leeghalen en dan weer opnieuw inruimen. Dan kan die misschien ook weer draaien, ja. Of ik wacht nog tot vanavond dat mijn Bart er weer bij komt. En hopla, draai maar weer. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Ik had, het was vandaag bij ons in deze wijk, moest de container bij de weg. Dus die had ik met moeite en pijn gisteravond, ja, begin van, aan het eind van de middag eigenlijk, dat ik thuis kwam. Ik heb hem gelijk bij de weg gezet. Maar, nou was die pas vanmiddag om de vuilniswagen om te legen. Normaal zetten ze de container voor mij bij mijn poort, zodat ik hem alleen verder naar binnen hoef te halen. Wat denk je? Hij wordt geleegd. Die man, tenminste een jongen nog, die komt hem terugbrengen, die zegt... Vroeg eerst aan mij, waar moet ik? Ze is naast de groene. Dus hij zet hem naast mijn groene container neer. Hij kijkt gelijk in de groene container. Pakt hem mee, hij zegt niks zeggen. Hij zegt, u hebt niks gezien. Hij zegt, en ik zeg niks. Ik zeg, prima jongen. Dus hij heeft hem dus al bij eerst gelegd. Dus ze zijn allebei gelegd en dat in één keer en in één vuilniswagen. Ik vind het ook bullshit dat het gewoon gescheiden moet worden. Dat is vroeger ook niet gedaan. Ja, oké. Vroeger kwam de schillenwagen langs. Dus daar ging dan je schillen heen van de aardappels, weet ik wel, allemaal van dat afval van eten. Dat ging in een apart bakje, dat werd door de schillenboer opgehaald. Maar de rest, dat ging in één bak en ja, dat werd opgehaald. Dat gaat allemaal zo anders. En vroeger waren we ook allemaal gezond. Dus ja, waarom dit nou allemaal zo veranderd moet worden? Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Ja, en als jullie een Joost kunnen, ja, dan moet je het aan Joost vragen. Ja, misschien dat die jongen het wel weet of die man. Maar ik weet het dus niet, maar ik ben er wel weer blij mee. Ja, gewoon geweldig dat hij dat voor mij heeft gedaan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. Ik zal ook kijken of ik Karin en Roderick kan bereiken. Even ook een belletje plegen. En dan zien we wel weer. Ik zou zeggen, tot later en geniet verder van jullie dag. Ja, en al met al zit ik nog steeds met de deur open. En het heeft niet meer geregend of wat dan ook. Nou, ik ben wel aan het werk geweest. Ik heb de magnetron schoongemaakt. Ik heb de twee dakramen boven voor de douche en de logeerkamer heb ik helemaal van binnen en buiten schoongemaakt. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Mijn stoel waar ik op zit, nou, die wordt nooit schoongemaakt. Maar tussen de wielen gaan haren zitten, noem maar op.
Dus die heb ik ook op zijn kant gehad en heb ik helemaal schoongemaakt. Ik heb ook weer geveegd, de grond. Ga naar je vliegenmoer. En ik ben enkel wel weer kwaad, want er was ons destijds, dat mijn man nog leefde, dat we hier net kwamen te wonen, die vorige huishoudelijke hulp die we hadden, Tamara genaamd, nou, die, dat zij nog werk heeft in deze branche. Dat gaat mijn pet te boven. Want ze is niet goed. Nee, dan kom je achteraf pas achter, hè. Omdat, ja, je verwacht dat de ramen ook schoon wordt gemaakt door de schoonmaaksters, die de huishouding voor jou doen als je minder verlieden bent. Maar, zij had gezegd dat de vorige bewoner die heeft zo'n raamfolie erop gehad. Maar dat heeft hij weer afgetrokken natuurlijk, want dat moet. Als jij je huis gaat verlaten, dat je gaat verhuizen, moet je dat eraf halen. Maar, die man die behoort ook de lijmresten weg te halen. Dat heeft hij niet gedaan. Nee, oké, hij is ook minder verliezen. Dus ja, daar kan je niks aan doen. En ja, toen dan, ga maar drinken. Dat Tamara had het ons beloofd om dat te doen. Ze heeft gezegd dat het eraf was. Om een kanaal pas achter dat het er niet af is. Kijk, het is al aan de binnenkant schoongehouden, maar ja, er wordt niet verteld van mevrouw, er zit nog lijm op of wat dan ook, er wordt niet gemeld. Nou, wij maken zelf schoon en dan kom je erachter. Ik heb Rebecca ingelicht met wat is app en ik zeg, volgens mij redden we dat met z'n tweetjes zo af en toe even een stukje ervan schoon te maken. Want ik heb met mijn nagel gedaan, maar het is nog wel een oppervlakte. Dus om dat in één keer voor elkaar te krijgen, nou ja, daar heb ik sowieso de kracht niet voor. En zij heeft maar anderhalf uur en ze heeft ook andere dingen te doen. Dus ja, dat gaat het hem niet worden. Dus af en toe een beetje, want zelfs met mijn nagelwouwen eraf. Dus heb ik gedacht, nou misschien met ontvetter gaat het er ook af. Maar als ik dat mens ooit zie, oh, ik moet niet van mijn wielen komen, nee. Oh, wat een akelig mens is dat. De ene leugen naar de andere leugen, kom ik nou achter. Langzamerhand kom je daar nu achter dat zij het lopen te liegen en te bedriegen, ja. En ik, dat zij nog getrouwd was met haar, met een man, toen woonde ze dichterbij dan dat ze nu woont. En toen reden we wel eens langs en toen dacht ik ook al, en dat zei ik ook altijd tegen mijn man, dat zij in deze branche werkt. Dat begrijp ik niet. Maar dan zegt hij. Ik zeg, dan moet je op die tafel kijken als je langs rijdt. Ik zeg, zo'n stapel met was goed. Om op te vouwen dus, hè, of te strijken. Nou, dat lag 3-4 dagen voor het woonkamerraam. Iedereen kan dat zien. Maar zo heb ik dat ook gezien. Dan kom je er binnen, want we kwamen bij elkaar op de vloer. Maar dan zag je ook meerdere dingen. En dan keek ik zo rond. Ik denk, nou, halleluja! Waarom bij een ander wel schoonmaken, maar bij jezelf niet? Moet toch bij jezelf ook schoon wezen, vind ik? Want dat is jouw visiteplaatje. Ja, het moet bij jou schoon zijn, zodat je het ook bij een ander schoon kan maken. Want dat is gewoon je visiteplaatje, je keuken, je wc. Dat is het eerste wat je schoonmaakt. Kijk, bij mij gaat de keuken ook straks, als ik dus gegeten heb. Dan is het hoppla in de vaatwasser. Ik kan ook niet alles tegelijk, ik heb ook maar één paar handen. Nou, ik heb nou ook dingen gedaan, wat moest. Want ik heb wel een ramenwasser, maar die doet het nou op een moderne manier. Dan staan ze gewoon beneden, dan hebben ze zo'n lang ding vast. En water zit dan in de auto met schoonmaakmiddel erin. En volgens de geleerden moet het dan schoner worden. Nee, het wordt niet schoner. Nee, hoezo wordt het niet schoner? Nou, zal ik je vertellen. Ze drogen het toch niet na met een wisser? Nee, en dat doen wij wel. Als jij het niet nadroogt, niet natrekt met een wisser, dan krijg je strepen en druppeltjes, dat droogt vies op.
Dus we moeten niet zitten te zwommen uit de nekharen van dat het wordt schoner. Nee. Op het moment wordt het schoon, ja, ben ik het mee eens. Want je maakt het nat met spul er doorheen. Maar het wordt niet meer nagetrokken met een wisser. Het moet droog. Nou, dan wordt er gezegd, ja, maar dat doet de wind wel. Ja, maar je houdt dan druppeltjes en strepen. Dat is toch ook niet goed? Ik ga niet tegen druppeltjes en strepen aankijken, want dan kan ik het net zo goed allemaal wel laten zitten, dat vuilheid. Want ik bedoel, ik heb ook hondenpoten op mijn raam en kattenpootjes en neusjes. Ook daar ook kattenpootjes en neusjes. Ja, nou, maar dat moet wel schoon. Ja, maar oké, het zal wel mij leggen. Het zal wel wezen omdat ik een vrouw ben, dat ik heel anders denk. Maar ik denk dat er meerdere mensen met mij zo denken, ook mannen. Dus ja, als je dit hoort, reageer even hieronder. Ja, ik wil eens even weten hoe jullie dit nou vinden over die ramen waar ze van tegenwoordig. Kijk, dat ze heel hoge gebouwen hebben, denk ik, ach ja, ken misschien niet anders. Maar vroeger werd het ook met zo'n hoogwerker gedaan. Ja, zo'n bakje. Ja, moet niet de kettingen gaan breken, dat het staalmoeheid heeft, maar dan ben je verder van huis. Maar het werd toch altijd gedaan? Men die kwam op de ladder erbij, bij een normale woningen. Ja, deden ze ook de slaapkamerramen. Nou, hij mag nou enkel de slaapkamerraam nog doen, want daar ken ik echt niet bij. Dus dat mogen hun dan nog doen. Maar voor de rest blijven ze me met hun poten er vanaf, want we doen het zelf alweer. Simpel, want ik ga niet 15 euro betalen voor wat? Een vieze vega? Nee, doe ik niet meer. Dat vind ik zonde van mijn geld. Dus ik kan 5 euro krijgen, enkel voor bij wijze van spreken de slaapkamer aan. Meer hoeft hij niet te doen. Punt en L. Ja, ik ben er klaar mee. Simpel. Maar ja, dan bel je het op om te zeggen, je hoeft niet meer te komen, of tenminste enkel dat raam. Krijg je te horen, wij zijn op vakantie tot en met 27 juli. Het is geen juli, het is augustus. Dit is dan een bedrijf, mensen, dat ik of jullie een foutje maken. Vind ik niet erg. Maar dit is een bedrijf, een groot bedrijf. Ik vind, als jij zoiets in gaat spreken, moet je zelf eerst luisteren. Of je schrijft het eerst even op een briefje papier, wat jij wilt zeggen. En dan zie je dat je iets fout doet. Dat, ja. Sorry, zo zit ik dan in elkaar. Als ik een bedrijf zou hebben, zou ik het eerst opschrijven. Zou ik het eerst opschrijven van geachte klanten. Wij zijn op vakantie tot en met 27 augustus. Wij komen graag weer bij u langs als wij weer uitgerust zijn. Dus ja, zoiets weet je, breng het ook leuk, maar nee, 7 juli zegt hij. Ik denk, hè, hoor ik het nou goed? Dus ik bel later nog een keer, ik denk, nou, ik heb het niet goed gehoord, weet je, dat kan ook nog. Ligt er maar mij, maar nee, ik luister weer, 27 juli, ik denk, het is augustus. Ik denk, nou, het zal me een worst wezen. Ik maak ook wel eens een foutje, maar dan corrigeer ik dat boven de vlog of in de vlog, weet je. Komt goed, ja, maar hij kan het niet corrigeren, want dat is het enige wat hij zegt. Ja, ja, schat, je eet niet, je wilt weer eens niet. Ja, mijn probleem niet. Er staat op de grond en je wilt niet eten. Ja, kan er niks aan doen. Maar ja, ik heb een bakje koffie voor me staan. Jullie zijn weer van alles en nog wat op de hoogte van mij aan deze kant. Dat staat allemaal uit elkaar. Maar dat boeit me lekker niet. Ik ga straks eten en dan zien we het wel weer. Ja, ik heb andere prioriteiten even gehad. En dat vond ik belangrijker dan dat. Ik denk, dat komt wel als ik zelf gegeten heb. En dan merken we het wel weer. En voor nu zeg ik, een fijne namiddag voor straks. Smakelijk eten en tot daarna. Doei doei.
Ja, lieve vrienden, het eten is al lang in ons maagje. Ik heb nou eerst een keer mezelf maar eerst eten gegeven en daarna de dieren. Maar die hebben het allemaal op. Ja, Frodo die legt daar weer te bijten aan zijn poten. Eeuwen die heeft het op. Gandalf heeft het op. Zelfs hun bakjes zijn al schoon en afgewassen. Die van Gandalf schoon. Van Eeuwen schoon. Staan gewoon keurig netjes op het aanrecht. Op een plekje. Aanrecht schoon. Alles zit in de vaatwasser. Ook Frodo's vleesbak. Die zit in de vaatwasser. Haar penke brokken staan. Maar ja, dat doet hij meer dan een week mee. Nou, laat hem lekker gaan. Dan kan hij gewoon eten wanneer hij wil. Ja. Ik heb een bakje koffie staan op de salontafel. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Ik ben met een plaatje bezig voor op Facebook. Ik moet een filmpje naar YouTube brengen. Die heb ik vanmiddag wel gerenderd, maar nog niet weggebracht. Nee, moet het nog doen? Ja, 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 ja. Maar dan komt het wel goed, zometeen. Ja. Dat ik wens jullie een hele genoeglijke, liefdevolle, fijne avond toe met z'n allen. Of je nou alleen bent met diertjes of niet, maakt allemaal niet uit. Gewoon een liefdevolle avond. Of ben je in je eentje? Dan verwen je jezelf toch? Ja! Gewoon jezelf verwennen met wat lekkers erbij. Ja, dan gaat het toch ook goed. Ik ben ook alleen, ja. Helaas, pindakaas, mijn mannetje is in de hemel. Die kan ik niet even bij me laten komen. En er is ook niet een trappetje naar de hemel toen ik hem even op kon zoeken. En is ook niet een telefoon. Nee, helaas allemaal niet. Was me waar dat er een lijn bestond naar de hemel. Maar dan hadden we allemaal wel willen bellen. Ja, en dat gaat eenmaal niet. Maar ooit zien we onze dierbaren weer terug. Daar heb ik alle geloof in. Ja, dat weet ik gewoon zeker. Dat we elkaar weer terug mogen en kunnen zien. Als onze tijd daar ook is. Ja, maar zover zijn we nog lang niet. Nee hoor, nee, we gaan gewoon lekker door. En momenteel miezert het hier. Ja, het is regenachtig, druilerig weer. Dus ja, als je niet naar buiten hoeft, blijf maar lekker binnen. Ja, bak je koffie erbij, koekje erbij. Komt toch ook alles goed? Ja hoor, vanavond later even een wijntje dus nood, als je dat hebt. En anders gewoon een sapje met wat lekkers erbij. Komt het ook goed, zeker weten. Nou, ze zeggen voor later ook wel trusten met mooie dromen. En morgen natuurlijk weer gezond uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En God houdt over ons allen wel de wacht. Ik zou zeggen, tot dan.